Ben jij goed in het inschatten van kansen? Dit is de Universiteit van Nederland. Kijkend, goedendag. Welkom, college over het inschatten van kansen. Waar ik het met u over wil hebben is, zijn wij goed in het inschatten van kansen? Kansen vinden we overal. De kans dat u de loterij wint, de kans dat u een nieuwe baan krijgt, de kans op kop als u een muntje opgooit. Maar bent u eigenlijk zelf goed in het inschatten van kansen? En daarvoor wil ik beginnen met een klein spelletje. En voordat u hier allemaal bent gaan zitten, heeft de redactie iemand als vrijwilliger uitgekozen. Dus er zit op dit moment een vrijwilliger in de zaal die met mij mee gaat doen aan dit experiment. En die wil ik graag even naar voren halen. Kijk, dank u. Dank u. Welkom. Hallo. Ik ben Maurits. Ik ben Marjolein. En welkom. Fijn dat je wil meedoen. Ik weet niet hoe hard ze je hebben moeten overtuigen om vrijwilliger te zijn. Oh, maar mee. Heel leuk dat je er bent. Ik heb achter mij en eigenlijk achter ons 3 kistjes staan. En wat we gaan doen is eigenlijk een soort van spel, een gameshow. En voor nu ben ik even de quizmaster en jij bent de kandidaat. Dat is wat we gaan doen. En in die 3 kistjes, daar zitten verschillende dingen in. In 1 van die kistjes zit een Porsche. Nou, denkt u dat past niet, maar de sleutels natuurlijk, hè, laten we wel wezen. Dus in 1 van die 3 kistjes zit een Porsche. In 1 van de 3 zit een geit in de standaardformulering van dat probleem, maar daarvan weet ik nog niet zo goed wat ik in het kistje moet doen. Maar er zit iets wat je niet wil hebben en het laatste kistje is leeg. Oftewel, in 1 van de kistjes zit iets wat je wil hebben en in de andere 2 zit iets wat je in principe niet wil hebben. Jouw doel natuurlijk is het winnen van de Porsche. Welk kistje denk jij dat de Porsche in zit? Jij denkt dit kistje. We laten hem nog even dicht zitten. Maar blijf bij je keuze. Je denkt dit kistje en het linker kistje zit de Porsche. Nu ga ik wat doen als gameshow host, als quizmaster. Wat ik namelijk ga doen, ik ga 1 van de kistjes openmaken. En daarna ga ik aan jou vragen of jij zou willen wisselen van jouw gekozen kistje, ja of nee. Dus wat ik ga doen, is ik ga 1 van de kistjes openmaken. En ik ga even kijken, je had deze linker gekozen. Ja. Nou, ik ga de rechter openmaken, eens kijken of die open is. En ik ga dit kistje openmaken en jou laten zien dat hier uiteindelijk helemaal niks in zit. Dus 1 van de kistjes is geopend en is leeg. 1 van de andere kistjes zit de Porsche. Ja, en die andere de geit, maar die is dus ook leeg, zeg maar. En nu is de vraag aan jou of je zou willen wisselen, maar misschien moet je eerst even over nadenken. Wat denk je dat de kans is dat überhaupt de prijs in het kistje zit die jij als eerste hebt gekozen? Ik denk 1 op 3. Jij denkt 1 op 3, ja. Kijk. En zou jij de neiging hebben om al of niet van kistje te wisselen? Ja, je hebt wel de neiging, maar ik denk niet dat de kans verandert. Je hebt wel de neiging, maar je denkt niet dat de kans verandert. Nou, het is een interessant statement. Je hebt de neiging om te wisselen. Er zijn ook veel mensen die hebben de neiging om te blijven, omdat ze denken dat ze meer spijt hebben of zo als ze wisselen. Maar hoe denkt het publiek hierover? Veranderen de kansen op het moment dat je wisselt? Dus in eerste instantie was die kans dat je had gewonnen 1 op 3. 3 kistjes, je hebt er 1 gekozen. Verandert dit nou doordat ik er 1 heb opengemaakt? Oftewel, moet je al of niet wisselen? Wie is er voor wisselen? Een aantal mensen zijn voor wisselen. Wie is er overigens, wie denkt dat het helemaal niet uitmaakt? Dat kan ook. Mensen denken dat het helemaal niet uitmaakt. En wie is er tegen wisselen? Een aantal mensen ook tegen wisselen. In ieder geval laat ik het zo zeggen. Het is kennelijk niet voor iedereen meteen duidelijk wat er zou gebeuren. Nou, laat ik dan jou vragen, wat wil je doen? Wil je wisselen of bij je keuze blijven? Ik blijf bij mijn keuze. Jij blijft uiteindelijk bij je keuze. Dan ga ik deze openmaken. En dan blijkt, sorry, dat daar ook niks in zit. Mijn excuses. En je hebt dus niks gewonnen. Maar uiteindelijk, na afloop, kun je misschien nog wel een biertje krijgen van de redactie. Omdat je vrijwilliger was. Maar ik wil je vragen weer te gaan zitten. Hello.
Hier ziet u ook dat ik eigenlijk geen quizmaster ben, want ik doe dit niet vaak. Ik had natuurlijk nog even de middelste moeten openmaken. Om te laten zien dat daar inderdaad een autosleutel in zit. Dus je had gewonnen als je had gewisseld. En dit is iets wat heel veel mensen kennelijk intuïtief verkeerd doen. Er zijn vrij veel mensen die denken, nee, je moet niet wisselen of het maakt niet uit. En wat ik heel even kort wil laten zien is waarom deze intuïtie verkeerd is. Het eerste punt overigens is überhaupt dat onze intuïtie van kansen niet zo heel goed is. Maar waarom die verkeerd is, dat kan ik u op basis van het volgende voorbeeldje laten zien. Stel, ik zet er nog een aantal kistjes bij. Ik heb er hier nog twee. En eigenlijk is het nog mooier als u zich in uw hoofd even kan voorstellen dat ik er niet twee kistjes bij zet, maar dat ik er wel 50 kistjes bij zet. Oftewel, ik zet een hele grote rij van kistjes hier neer. Nu kom je op het podium en mag je een keuze maken. En je kiest wederom de linker, voor u de rechter. Die kans is op dat moment 1/50. Wat ga ik nou doen als quizmaster? Ik ga kistjes openmaken. En wat ik kan doen, is ik kan dit kistje openmaken, want ik weet dat daar de sleutel niet in zit. Maar ik kan ook dit kistje openmaken, want ik weet dat daar de sleutel niet in zit. En deze. En de volgende. Ik kan alle kistjes openmaken waar niet de sleutel in zit en degene die zijn niet gekozen heeft. Oftewel, ineens zijn er een heleboel kistjes open en zijn er nog maar twee dicht. Op dat moment is de kans dat u de juiste heeft gekozen, die was 1/50 helemaal aan het begin. Maar die is nu de volledige 49/50 die nog open is. Of die nog dicht is, die nog over is. Waarom? Omdat ik met mijn kennis die ik heb toegevoegd alle andere opties heb weggestreept. En er blijft er nog maar één over. Ik hoop dat dat een beetje intuïtie geeft waarom u wel degelijk moet wisselen. Op het moment dat er drie kistjes staan, dan verandert de kans op winnen van 1/3... naar 2/3 op het moment dat u wisselt. Nou denkt u misschien, dat is leuk dat we daar niet zo gek goed in zijn, in dit specifieke kleine voorbeeldje. Maar dit is een voorbeeldje van een gameshow. En hoe vaak sta ik nou daadwerkelijk bij een gameshow? Waarschijnlijk niet zo gek vaak. Dus wat maakt het uit dat ik niet zo heel goed ben in het inschatten van dit soort kansen? Maar er zijn een heleboel andere situaties waar kansen veel voorkomen. En er is één situatie die ik een hele mooie vind. Die komt voor in het casino. En dat is eentje die ook nog op een heleboel andere plekken voorkomt. En dat is de volgende situatie. Dat is de situatie waarbij ik een zak met geld heb. Ik heb een zak met geld en ik loop het casino in. En in het casino staan juist gokkasten. En wat ik ga doen, is één muntje hier uitpakken en ik neem één van de twee gokkasten, bijvoorbeeld de linker, en ik gooi mijn muntje erin en ik kijk wat er gebeurt. Kijk, ze draaien en ik win. Ik win geld door een muntje in één van de twee gokkasten te gooien. Wat doe ik daarna? Misschien pak ik het tweede muntje en denk ik, hey, die linker gokkast, daarmee win ik geld. Laat ik mijn volgende muntje ook in de linker gokkast gooien. Laten we kijken wat er gebeurt als ik mijn volgende muntje in de linker gokkast gooi, die nou ook ineens herrie maakt. Het kistje, het volgende muntje in de linker gokkast levert dit keer geen winst op. Wat doe ik nu? Laat ik wisselen. Laat ik de andere gokkast een keer proberen en kijken wat daar gebeurt. Nieuwe geluidjes, alleen geen winst. Ik hoop dat u zich enigszins kan voorstellen wat het probleem hier is, want ik heb die zak geld. En ik heb twee gokkasten in dit casino. En die twee gokkasten die betalen af en toe uit. Maar ik weet niet hoe vaak ze uitbetalen. En misschien is het wel zo dat één van die twee gokkasten vaker uitbetaalt dan de andere. De kans dat die uitbetaalt is bij de ene gokkast hoger dan bij de andere. Nou is natuurlijk mijn doel, als ik naar het casino ga, om zoveel mogelijk geld te verdienen. Overigens, als dit daadwerkelijk uw doel is, dan zou u niet naar het casino moeten gaan. Maar laten we er even van uitgaan dat u in het casino staat met een grote zak geld. En uw doel is te kijken, hoe verdien ik zoveel mogelijk geld over deze twee onzekere opties. En dit probleem is ooit heel mooi wiskundig geschreven, omschreven door professor Robbins. Die zag dit probleem en die zag, dit is een veel generieker probleem. Het is namelijk het generieke probleem dat ik keuzes heb in mijn leven en die keuzes hebben onzekere uitkomsten. En het doel in mijn leven is om zoveel mogelijk
uitkomst te hebben, zoveel mogelijk geld te hebben, bijvoorbeeld als ik in het casino sta. En wat ik moet doen in dit probleem, is aan de ene kant leren hoe goed die gokkasten zijn. En hoe leer ik hoe vaak zo'n gokkast uitbetaalt? Dat is door er geld in te stoppen. En steeds vaker te kijken wat gebeurt er. En uiteindelijk misschien de kans te schatten dat zo'n gokkast uitbetaalt. Maar aan de andere kant wil ik ook de kennis die ik heb dat de linker gokkast beter is dan de rechter, uitbuiten. Want ik wil zoveel mogelijk geld in de gokkast gooien waarvan ik denk dat die het best is. Als ik alleen maar aan het leren ben, dan kost het leren mij geld. Maar het probleem is, als ik alleen maar aan het uitbuiten ben van de kennis die ik heb, en die kennis blijkt uiteindelijk fout te zijn, want die is gebaseerd op te weinig leren, dan gooi ik al mijn geld in de verkeerde gokkast. Dit heet de exploration-exploitation trade-off. Er is een soort balans die je moet vinden tussen leren hoe goed de onzekere opties zijn en de onzekere opties gebruiken, er gebruik van maken en zo vaak mogelijk degene doen, spelen in dit geval, die het meest uitbetaalt. Dit probleem werd geformaliseerd, opgeschreven en toen werd het eigenlijk een beetje stil. En ineens, 20, 30 jaar later, kwam professor Gittens. En als het goed is, heb ik een plaatje van meneer Gittens achter mij. En meneer Gittens, die deed iets heel moois. Die schreef namelijk op hoe je optimaal dit probleem oplost. Oftewel, hoe je zoveel mogelijk geld kan verdienen in het casino en wat het inhoudt om optimaal te spelen. En wat hij opschreef was niet, je moet eerst de linker, dan de rechter, dan de rechter, dan de linker. Wat hij opschreef was een breder idee, namelijk dat er bepaalde strategieën zijn om dit probleem op te lossen. En een van de strategieën is een strategie waarbij ik zeg, ik loop het casino in, ik weet van niks, ik gooi al mijn geld in de eerste. Dat is een strategie. Waarschijnlijk niet de allerbeste strategie, want wellicht had je per ongeluk de verkeerde gekozen. Wat je ook kan doen, is een strategie waarbij je zegt, ik gooi 100 van mijn euro's in de eerste gokkast, 100 in de tweede. Daarna kijk ik welke het beste is, dan maak ik een keuze. Degene die het beste was, daar gooi ik de rest van mijn geld in. Is een andere strategie. Gittens bekeek verschillende van dit soort strategieën en liet zien hoe goed een strategie kan zijn. En hij liet zien welke strategie voor dit specifieke probleem met twee gokkasten optimaal is. Nou is er echter een probleem. Wat hij liet zien is vrij complex. Dus ik ga het niet helemaal voor u doornemen. Hoe Gittens uiteindelijk zijn strategie omschreef om zoveel mogelijk winst te maken. Maar er is een andere interessante kant aan dit type onderzoek. Is namelijk dat er ook onderzoek wordt gedaan naar hoe mensen dit probleem oplossen. Heel simpel, onderzoekers hebben mensen gewoon in het casino neergezet voor twee gokkasten en gevraagd, probeer zoveel mogelijk geld te verdienen. En dan kun je dus zien, net als bij het probleem waar ik het net over had, of mensen dit probleem, het keuzes maken in onzekerheid met het doel zoveel mogelijk winst te behalen, of ze dat goed kunnen oplossen. En laat ik nog één keer benadrukken dat dit niet een probleem is wat alleen bij een spelshow of alleen in het casino voorkomt. Sterker nog, wanneer wij medicijnen testen voor bepaalde ziektes, dan hebben wij hetzelfde probleem. We hebben twee medicijnen, de ene gaan meer mensen dood dan de andere, maar we weten niet welke. En we moeten zoveel mogelijk mensen laten overleven. Sterker nog, misschien uw keuze voor een nieuwe baan is eentje, u heeft een baan, daarvan weet u misschien hoe leuk die is, maar van de andere baan weet u niet hoe leuk die is, die zou je moeten uitproberen, maar u kan niet tegelijkertijd ook de vruchten plukken van de baan die u al heeft. Dus dit probleem komt op heel veel plekken voor. Nou, wat doen mensen? Mensen lopen naar binnen in het casino, in ieder geval meer dan de helft van de mensen, gooit een muntje in de eerste. Als die wint, gaat het tweede muntje erin. Als die wint, gaat het derde muntje erin. Als die verliest, dan wisselen ze. Deze strategie heet play the winner. Als de volgende wint, dan blijven ze daar. Als hij verliest, dan wisselen ze weer terug. Dit is kennelijk een strategie die meer dan de helft van de mensen hanteert. En ik moet u vertellen, mocht u een van deze mensen zijn, dit is niet de strategie waarvan meneer Gittens zei dat het de beste was. Sterker nog, het lijkt erop dat wij niet zulke goede keuzes maken in dit soort situaties. Oftewel, onze intuïtie voor hoe we om moeten gaan met dit probleem, en nogmaals een veel realistischer probleem dan puur de spelshow, is kennelijk niet de juiste. Dat was wat ik u in dit
college wilde vertellen. In het volgende college ga ik u proberen te vertellen waarom dit van belang is voor het uittesten van medicijnen en wat dit voor impact heeft op de geneeskunde. Dank u.